Het is behalve een topper natuurlijk ook een duel tussen de twee topschutters van de tweede divisie. Liende in het blauw-wit heeft deze Danny van der Meijrakker. En die biedt de eerste kans van de wedstrijd aan Nathan Bell. Van der Meijrakker scoorde 8 keer dit seizoen. En datzelfde geldt voor Kastien van de Koninklijke HFC. Hier is die Roy Kastien. Kastien en dat is nummer 9. En 1-0 voor HFC dankzij de beste speler van Haarlem en omstreken. 9 doelpunten en dat voor een middenvelder. Dat is toch een fantastisch gemiddelde. Het is listig geschoten en Schimmel staat erbij en kijkt ernaar. 20 jaar, Kastien hier weer aan de bal. Heeft nog ambities in het profvoetbal. Traint bovendien 1 keer in de week mee met Telstar. En de vraag is, wie pikt hem op? FC Liende heeft het lastig tegen HFC. Dit is wel een goede actie van Elders. Elders en Intezar. Oh, prachtig doelpunt van de Afghaanse international. En dan kort voor het einde van de eerste helft 1-1. Wat doet hij dat mooi. Afgelopen week speelde hij nog 90 minuten tegen Jordanië. En dit is een prachtige trap. 1-1 dan ook de ruststand op de Abdijhof. Wiaffe, dat zijn een heleboel scharen. Haalt hij er dan ook wat uit. Oudspeler van Fortuna Sittard. Het wordt een hoekschop voor Liende. Dan de ogen gericht op Van der Meijrakker. Maar daar is dan toch bijna Sam Seij. Hij schrikt er zelf ook van. Grote kans voor Liende. De Koninklijke HFC dan. Toch 8 treffers in de laatste 2 duels. Zijn goed op schot. Dit is Sterling en Schimmel met de voeten. Het is broodnodig, want HFC dringt aan. Dan gaan ze weer. Van Zon. Vrije doortocht en weer Schimmel. Die staat daar zijn mannetje in het doel van Liende. En voorkomt dus de 2-1 voor de Koninklijke HFC. Hier is Kastien. En die heeft pech. Bovendien zit Schimmel er nog aan. Maar de ploeg uit Haarlem verdient eigenlijk 3 punten. Dit is de aanvoerder, de Visser. De Visser van Zon en daar is hij weer. Het wordt eentonig. Maar Schimmel is de grote man. Of de Visser. Te gehaast. Laatste kans wellicht nog voor de ploeg uit Haarlem. Weer de Visser. Een aantal spelers van de HFC voor het doel. Daar komt de keeper. Schimmel is die op tijd. Dit is de invaller. Olsthoorn. En dat scheelt maar weinig. Ze houden aansluiting met de top. Maar moeten doen met een punt op de Abdijhof. 1-1.